Na één nacht verlieten we Briar Island alweer en reden de 60 kilometer lange Digby Neck weer terug. Onderweg bezochten we de Balancing Rock en maakten we een lunchstop in het vissersplaatsje Digby. Als je dan maar in Digby bent, dan moet je wel kamoesters proberen, want ze noemen zichzelf de hoofdstad van de kamoesters. Voordat we verder reden naar Cape Breton, kozen we voor een tussenovernachting aan het einde van de Minas Basin bij een klein strandje. Net onze overnachtingsplek verlaten. Houston's Bay, Houston's Beach. En eigenlijk zijn we nu op weg naar Cape Breton. Ongeveer een rit voor vandaag voor de boeg van 400 kilometer. Maar grappig, we werden aangesproken door een man op leeftijd die hier vandaan komt en die zei: waarom ga je niet naar Cape Split? Want ja, daar moet je heen, dat moet je doen. En zo veranderen de plannen en lopen we nu een stukje van de world famous Cape Split Trail. En hopelijk hebben we straks een mooi uitzicht over de Minas Basin en komen we later vandaag misschien toch nog aan in Cape Breton. Na een tweede lange rijdag kwamen we 's avonds laat aan op Cape Breton en maakten we een plan voor de komende dagen op het eiland. Australië heeft zijn Great Ocean Road. Amerika zijn highway number 1. Zuid-Afrika zijn Chapman's Peak. En we zijn nu aangekomen op het eiland Cape Breton. Dat hoort bij Nova Scotia. En op dit eiland heb je ook een hele mooie autorit. Genaamd de Cabot Trail. Dat is een loop van ongeveer 300 kilometer. Waaraan we nu gaan beginnen. Dat is dus een kustroute die de noordelijke kant van het eiland omcirkelt. En ja, we zijn zeer benieuwd. We zijn nu alleen nog bij de distillerij van Glenora. En dat is de enige single malt whisky maker in de Amerika's. In ieder geval de oudste. Dus dat is altijd een goede reden om even een tussenstop te maken.
Also von mir aus können wir hier noch 2-3 Stunden bleiben. Mir gefällt es hier schon mit der Aussicht. De Cabot Trail die verloopt voor een groot gedeelte door de Cape Breton Highland National Park. Cape Breton Highland National Park, gelegen in het noorden van Cape Breton. En de komende dagen zullen we hier in en om het Nationaal Park verblijven. Een aantal uitstapjes maken, waaronder de bekende Skyline Trail, waar we echt naar uitkijken. Aan de ene kant de bergen en de wildernis, en als we omdraaien, aan de andere kant de oceaan. Wat wil je nog meer? We zijn vanochtend voor de tweede keer op rij wakker geworden op onze klif met uitzicht over zee, wat natuurlijk zeer mooi was. En we zijn nu officieel aangekomen in het Cape Breton Highland National Park. En wel bevinden we ons nu op de Skyline Trail, en dat is een van de populaire wandelingen die je kunt maken in dit National Park. En je kunt hier walvissen, zeearenden, beren en een hoop toeristen tegenkomen, maar van al die vier hebben we nog niks gezien. Dus ja, het ene is positief, het andere is negatief, zou ik zeggen. Maar wat niet is, kan nog komen.
Na de Skyline Trail vervolgden we onze weg richting het noorden en verlieten we voor even de Cabot Trail voor een rit richting Cape Noord. Ik sta hier bij het monument van John Cabot, de eigenlijke naamgever van de Cabot Trail. En hij was degene die in 1497 hier voet aan land zette en daarmee Amerika heeft ontdekt. Nou meen ik te herinneren dat in mijn geschiedenisboek stond dat Christopher Columbus in 1492 degene was die Amerika ontdekt had. Maar blijkbaar was het John Cabot. Weer wat geleerd. We dachten dus dat we de afgelopen twee nachten een mooie plek hadden om te overnachten. Bovenop de cliff met uitzicht over zee. Dat was ook een hele mooie plek. Maar we hebben nu een heel klein weggetje gevonden achter me. Waar Romy achteruit naar beneden is gereden. En dan eindig je op een plek zoals deze. Naar het water en niet vanwege de ondergaande zon, maar we zien op dit moment walvissen voorbij zwemmen. Dat zal met deze camera niet te zien zijn, maar ze zitten er echt. Zo, allebei goed ingepakt, lange broek, lange mouwen. Vanaf nu zijn wij de bazen, niet meer de muggen. Toch? Ik ben blij dat we in een loop lopen, Romy. Dan hoeven we daar in ieder geval niet meer langs. Als je begrijpt wat ik bedoel. De volgende dag maakten we het rondje af. En genoten nog van de natuur in de buurt van Ingonis, voordat we deze mooie dag eindigden met een kampvuurtje op een verlaten kampeerterrein. Dit was een goede afsluiting van ons verblijf op Cape Breton met mooie zonsondergangen op prachtige overnachtingsplekken. Ik weet niet of ik vandaag. Waarom heb je begonnen?